Hey, een paar minuten, Dwight, om een beetje te horen wie is Dwight Dissels. Je bent trouwens net terug uit de Dominicaanse Republiek, klopt dat? Ja, in februari heb ik een reis daar naartoe gemaakt. Ja. Mijn sponsorkind. Ja, met Compassion. Met Compassion. En daar doen we heel veel mee hier. Hier zijn honderden kinderen in de Dominicaanse Republiek, ik schat 150 ongeveer. Oh, wow. Die hier worden gesponsord vanuit deze kerk. Maar je hebt ook gesproken met Adam. En gezongen met hem. Klopt, ja. Aaron en je weet dat wij hem hebben gesponsord. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, en nu is die worship leader van, hij zingt net als jij. Hij zingt, ja. Ik heb samen met hem een sessie mogen doen. Dus, kleine wereld, hè? Heel klein. Kleine wereld, kleine wereld. Hey Dwight, je bent geboren waar? Ik ben geboren in Zaandam. In Zaandam. Vlak naast de Zaanse Schans. Echt met al die molens om je heen. Met al die molens om maar je hebt natuurlijk, wat is je achtergrond? Ja, mijn ouders komen oorspronkelijk uit Suriname. Ja. Dus ik heb Surinaamse achtergrond. En in jouw liedjes, wat je net ook zong, horen we natuurlijk ook een bewogen hart. En heel kort zei je iets, je hebt ook wel wat setbacks meegemaakt. Ja, mijn vader is, toen ik zelf 10 jaar was, mijn vader te komen overlijden. En ik heb... Hoe is dat gegaan? Nou, hij heeft zelfmoord gepleegd. Dus het was voor ons als gezin heel erg... het kwam echt als donderslag bij heldere hemel. Dat is heftig. Jij was 10. Ik was 10 jaar en ik was net op mijn weg om te ontdekken wie ik ben als persoon. Ja. Als tiener ga je door een fase heen waar Maar dat was een gelovige gezin. Gelovig gezin inderdaad, En toch, hè? Ja. Dus dat was voor ons... was echt moeilijk om erheen te komen. Maar toch heb ik daar ook de hand van God in gezien, achteraf. Toen ik erin zat, zag ik het niet. Ik wou net, wat doet dat voor een jonge tiener? Ja. Wat deed dat voor jou? Ik was heel erg boos op God. Ja. Ik kon me niet voorstellen dat iemand die zo liefhebbend is, dit zou toestaan. Ja. Niet kon voorkomen. Ja. Maar uiteindelijk maak je als mens zelf de keus. Ja. God is iemand die je wilt helpen, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maakt. Ja. En wij maakten de keuze als gezin om toch God vast te houden. Of ik moet eigenlijk zeggen, mijn moeder maakte de keuze om als gezin God vast te houden en niet los te laten. Ja. En daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor. Ja. Ja. Je bent bekend van The Voice. Kan je heel iets vertellen? Hoe kom je daar terecht? Hoe gaat dat? Dat willen we graag weten natuurlijk. Hoe kom je daar op dat podium? Nou, je meldt je dus aan, nee, grapje. Ja, mailtje sturen. Ik ben meerdere keren gevraagd om aan The Voice, X-Factor, dat soort type programma's mee te doen. Alleen ik had nooit de overtuiging dat het voor mij, was. En tot in februari 2016, ik had een concert in Leiden. En daar was het thema dat God doet alle dingen medewerken ten goede. En dat was op de vrijdag. Op de zaterdag was ik bij een tienerconferentie in dezelfde kerk. En er was een spreker en die had het over... Het over het verhaal van Mozes, dat Mozes zichzelf niet goed genoeg vond. En dat God eigenlijk een bestemming, een plan voor zijn leven had. Mm. Dat was zaterdag en toen was het zondag. Toen ging ik naar mijn eigen kerk in Amsterdam. En toen was daar een spreker uit de Filipijnen. En die had het over, soms moet je een platform voor God bouwen. Of je moet een platform voor God bouwen. Zodat hij zijn wonderen en zijn tekenen kan laten zien. Eigenlijk het verhaal van Petrus toen hij uit de boot stapte. Mm. En een platform maakte voor God dat hij over het water kon lopen. Kan je bijna zeggen, een soort God de kans geven? God de kans geven. En... dus mijn hart begon al een beetje te borrelen van misschien is dit, misschien moet ik het doen. Ja. Maar eigenlijk de klap op de vuurpijl was op maandagochtend toen ik op mijn werk kwam. En mijn ongelovige manager, ik vertelde hem wat ik in het weekend had gedaan. En hij zei tegen mij, misschien moet je gewoon een leap of faith nemen. Mm. Zo noem je dat toch in de kerk. Ja. Stap in geloof. Ja, dus toen hij dat zei... Ja. Toen dacht ik van, awkward. Jouw manager die God nog niet kent, die zei dat tegen jou. Ja, en ik heb toen, dat was toen de maandag en die vrijdag heb ik toen, of die donderdag heb ik toen een formulier ingevuld. En gewoon, ik zie wel hoe het uitpakt. En dan, wat gebeurt er? Word je benaderd? Kom oefenen? Ik werd toen, kom wat ik laten zien? Ja, ik ben toen een soort van pre-audities heb ik toen gedaan. Heb ik toen daar ook kenbaar gemaakt hoe ik in het leven sta, hoe ik over het leven denk. Was je zenuwachtig? Nou, niet zenuwachtig, maar wel een soort van gezonde wedstrijdspanning, om het zo maar te zeggen. Lekker adrenaline. Ja. En ik heb toen gezongen en ze waren onder de indruk. Mm-hmm. En ik mocht uiteindelijk door naar The Blind. Ja. En the rest is history. Ja, want hoeveel keer ben je wel niet geweest? Ik ben... Heel wat keer heen en weer gereden naar Amsterdam. Ja, ik ben drie keer in Baren ben ik geweest. In Baren waren The Blind. Mm-hmm. Ik ben 2 keer moest ik een liedje zingen voor een soort van jury. Maar ze moeten natuurlijk wel, je moet wel kunnen zingen. Ja. Dat lijkt me wel handig. Ja, bij The Voice. Dus ze selecteren vooraf echt de mensen die kunnen zingen. En daarna word je dus blind toegelaten en dan mag je liedje doen. Ja. Hoeveel keer ben je geweest? Uiteindelijk ben ik
Ik heb blinds gedaan, de battles heb ik gedaan. Daarna ben ik in knockouts, dus 3. En toen nog 5 lijstjes, dus 8 keer. Ja. Wauw, super hoor, super, ja. Zo trots op je. Je hebt een prachtig talent gekregen. Je vertelde me net ook nog even dat je eigenlijk had je prof voetballer willen worden. Dat was mijn droom, ja. Dat was eigenlijk je droom, ja. Ik vond dat ik best goed kon voetballen, ja. Dat vond ik. Ik vond dat ik best goed kon voetballen. Je bent hoog gekomen, hè? Vertel eens even kort. Ik heb tot mijn 19 heb ik derde divisie landelijk gespeeld. Ja. Ik ben er ook gescout door FC Utrecht, alleen ik was toen net iets te oud. Te oud? Je bent 19 en je bent te oud. Ja. Was dat een grote teleurstelling voor je? Ja, want voetbal, daar kon ik zeg maar, het was een soort van uitlaatklep voor mij. En ik hou nog steeds van voetbal. Ja. Alleen jammer dat Ajax geen kampioen is geworden, maar dat is zij. Ja, hey, we zijn hier in Den Haag. Hè. Oh ja, we zijn in Den Haag. Ja, we zijn in Den Haag. Ja. Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Hè? Dus dat. Ja. Wel eens van ADO gehoord? Nee, zeker. Ik heb wel iets groens. Iets groens. Ja, we zijn vrij groen. Ja, dat mag je wel zeggen. Hé, we kennen je ook. Je hebt natuurlijk The Voice gedaan. Je hebt ook The Passion. Ja. Vorig jaar, dan had je eigenlijk de hoofdrol. Maar voelt dat als de hoofdrol, als je Jezus zelf mag spelen? Ja, dat was inderdaad de hoofdrol. Maar ik moet heel eerlijk zijn, toen ik werd gevraagd de eerste keer, toen dacht ik eigenlijk dat ik een figurantenrol zou hebben. Dat ik zeg maar een soort van voorbijganger en mocht zwaaien of zo. Maar uiteindelijk bleek dus dat ik de rol van Jezus mocht vervullen. Ja. Dat was voor mij heel bijzonder. Dat net na The Voice, dat ik weer zo'n groot podium mocht krijgen. Ja. En eigenlijk ook mijn geloof zeg maar, ook daarin mocht uiten. Dat is een enorme grote productie, hè? Heel grote productie. Ongeveer 300 man die achter de schermen werken. 300 mensen. En, wow. Dat is heel vet. Hoeveel mensen kijken daarnaar? Vorig jaar keken er volgens mij 3 miljoen. 3 miljoen mensen? 3 miljoen mensen hebben daar, Hoe voelt dat om daar Jezus te spelen? Ja, dat was voor voor 3 miljoen mensen? Ja. Een enorm publiek. Nou, ik heb dat niet in mijn hoofd gehouden, dat 3 miljoen mensen. Nee, hè? Dat is wel goed ook misschien. Ik zag alleen de camera. Ja. Maar het was echt bijzonder. De vooropnames waarin je zeg maar, het soort van het verhaal speelt waarin Jezus zeg maar, zijn leidersweg gaat. Ja. Dat werd eigenlijk voor mij nog werd visueel gemaakt. Zeg maar. Ja. Dus het werd levend gemaakt. Omdat ik nu zelf zeg maar, een beetje kon ervaren hoe het voor hem heeft moeten zijn om die weg te moeten gaan. Ja. En eigenlijk het mooiste vind ik nog van dat alles. Ik heb het slotlied, Kan ik iets voor je doen, heb ik toen gezongen. En kort daarna kreeg ik een bericht binnen van iemand die ernstig ziek was, in een hospice lag. En ze zei van, het leek net alsof Jezus, toen jij dat zong, bij mij naar binnen kwam. En hij aan mij vroeg, kan ik iets voor jou doen? En ik ben toen bij deze dame ook langs geweest en ook als verrassing voor haar gezongen. Niet lang daarna is zij te komen overlijden. Ja, en, maar het gezin heeft dat lied zeg maar, ook genomen als een soort van bemoediging. Ja. Voor de rest van de familie en de vrienden. Om dat mee te nemen, dat Jezus iets voor je kan doen. Ja. Dus dat vond ik heel bijzonder. Dat, ik zing het gewoon. En natuurlijk hoop je dat het in mensen raakt uiteindelijk. Maar dat het zo'n impact mocht hebben, had ik niet kunnen voorzien. Schitterend. Zometeen ga je weer een nummer voor ons zingen. Ja. Super dat je dit doet op zondag. Want je houdt ook heel erg van je eigen kerk, hè? Daar ben je het liefste. Maar nog één laatste vraag, Dwight. Je hebt er al best wat over verteld, maar wie is Jezus voor jou? En wat zou je willen zeggen tegen mensen die hem nog niet persoonlijk kennen? Ja, Jezus is voor mij de persoon. Hij is echt een persoonlijke vriend. Hij is degene die mij Gods Vader had heeft doen laten zien. En heeft doen beseffen dat mijn leven waarde heeft. En dat mijn leven een bedoeling heeft. Dat God een plan voor mijn leven heeft. Ja. Eigenlijk zoals ik net ook al kort zei. Van als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Dan was mijn geloof eigenlijk zinloos. Dat het geen inhoud. Mm-hmm. Maar omdat hij is opgestaan uit de dood. En omdat hij zeg maar echt leeft. Heb ik een hoop voor morgen. En mag ik weten dat ik een hemelse vader heb die mijn naam kent. Ja. Dat ik een hemelse vader heb die mij begrijpt. Die mij ook in mijn moeilijke momenten. Want ik heb het niet altijd op een rijtje. Ik heb geen perfect leven, maar ik dien wel een perfecte God die mij daar doorheen kan helpen. Ja, mooi. En dat is mijn houvast en dat is mijn steun. Dus Jezus is voor mij eigenlijk mijn alles. Fantastisch. Ja. Dankjewel. Je gaat het volgende nummer zingen. Dankjewel, man. Heel veel zegen. En het volgende nummer zegt eigenlijk heel simpel. Mag ik blijven zitten? Mag dat? Oh, wat gastvrij zijn die, zeg. Ongelooflijk. Het volgende nummer zegt heel simpel dat je een vader hebt die je kent. Misschien heb je ook een soortgelijke jeugd gehad als ik. Dat je vader niet kent of een vervelende situatie met je vader gehad.
Maar ik zat ook ooit eens in een bijeenkomst zoals deze. En er was er ook iemand op het podium die zei: er is een God die van je houdt als een vader. En dat wil ik ook vandaag tegen jou zeggen. Hij kent je naam. Maker, He formed my heart before even time began. My life was in His hands. Oh, He knows my name. He knows my every thought. And He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father, and He calls me His own. Oh, He'll never leave me, no matter where. Fantastisch, dank je nogmaals, Dwight en Bent. Zo goed. Hey, ik wil graag met je een paar minuten het woord openen. En straks sluiten we de dienst af met Dwight met nog een nummer. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben van de trap gevallen half jaar geleden. Ongeveer het meest belangrijke om te weten over mij, zoiets. En daarom een beetje hobbelde bobbel en krukken enzovoort. Maar het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Weet je, misschien ben je hier, kan me heel goed voorstellen, meegenomen door een vriend en je denkt, ja, weet je, je wilt Dwight horen en je hoort eigenlijk zoveel over wie God is en over alles over Jezus. En ik wil met je gewoon een paar minuten, 12 minuten, kijken naar die vraag.
Waarom Jezus? En misschien zijn er drie vragen waar we naar kunnen kijken. Waarom Jezus? En dan de vraag, waarom Jezus? Ik kan je voorstellen, zoals Dwight zo vertelde net, dat als je 10 jaar bent en je leeft in een christelijk gezin en jouw vader stapt uit het leven, laat Dwight achter en zijn, ik hoop dat hij 2 zusjes heeft en zijn moeder. En dat je een vraag kan hebben, waarom gebeuren die dingen hier, waarom? En de derde vraag waar ik je mee wil uitdagen vandaag is, waarom niet, Jezus? Waarom niet? Weet je, in Psalm 119 vers 68, ik ga proberen een beetje te lopen af en toe, want dit is helemaal geen moment. Psalm 119 vers 68 staat dit, God is goed en hij doet goed. Ik heb geen idee wat voor beeld je hebt bij kerk en wat voor beeld je hebt bij God. En als je dit dan allemaal hoort, en misschien denk je wel, ik wist niet dat dat zo'n gelovige man was, zeg. Ik wist niet dat ik zo in een kerkdienst terecht kwam. Nou, welkom. Ja. Welkom. Per slotvreking zijn we kerk en we zijn er voor om mensen te helpen God te vinden. Dat is onze missie, om je te helpen om God te vinden. Ik was nooit in een kerk geweest op mijn 18e. En ik ben zo blij dat er mensen zijn geweest in mijn leven. Die hebben geholpen. Met veel geduld, want ik was een uitermate kritisch mannetje. Kan je niet voorstellen nu, maar dat was ik. Heel kritisch mannetje. En 1,5 jaar lang hebben ze tegen me aan zitten te praten. Totdat ik eindelijk zelf dat gebed ging bidden van, ja, waarom niet, Jezus? Die derde vraag. In Psalm 119, de langste psalm in de Bijbel, staat ineens middenin. Vers 68, God is goed en hij doet goed. God wil dat je hem persoonlijk leert kennen en zijn goedheid. Er is misschien zoveel beeld in je gedachten over hoe God is en wie hij is. Misschien denk je aan een saaie man met een lange baard. En die zit te kijken wat je allemaal fout doet. Als je dat beeld hebt van God, mag ik je zeggen, dat doet hem groot verdriet. Want zo is hij helemaal niet. Hij is je hemelse vader. Hij heeft je gemaakt met liefde. En hij heeft een plan voor je leven. En als je meer wil weten over wie God is, kijk dan naar Jezus. Lees even met me mee. Als je wil weten wie is God, hoe is hij, kijk naar het leven van Jezus. Hij is gekomen om God te laten zien, de Zoon van God, om te laten zien hoe hij is. In Handelingen 10, dat is een mooi verhaal. Je had Cornelius, dat was een Romeinse man. En hij stond bekend en God zei ook, dank je Cornelius voor al je gebeden en voor al je aalmoezen. Staat in de oude vertaling, dat betekent alle gaven die je geeft aan arme mensen. Ik weet niet of ze toen al de Hartstichting hadden. Jantje Beton waarschijnlijk nog niet. 2000 jaar geleden. Maar aan mensen die het nodig hadden. Dus die Cornelius, die roept een heleboel mensen bij elkaar in zijn huis. Want Petrus komt eraan en die gaat vertellen over God. En Cornelius denkt, ik wil meer weten. En ik wil ook dat andere mensen het horen. Dus een beetje zoals vandaag. Ik wil het weten, ik wil het horen als God bestaat. Dat was bij mij de vraag die bij mij een verschil is gaan maken. Deze vraag, als God dan bestaat en als dan wat de christenen zeggen, waar zou zijn dat God van me houdt, dat hij inderdaad een levende God is, wat Dwight net zei, opgestaan uit de dood, dat er een hemel is waar God een bestemming heeft ook voor mij, dat God van me houdt en wil vullen met zijn liefde en zijn goedheid en wijsheid en me wil leiden in dit leven en een doel wil geven. Als dat allemaal waar is, als het waar zou zijn, dan wil ik het weten. Dan wil ik het weten. Dan wil ik niet schouder ophalen, het zal wel, we zien wel, tegen die tijd. Dan wil ik het nu weten. Dan wil ik het gaan ontdekken. Want dit gaat over mijn leven. Dit gaat over mij. Dit gaat over mijn toekomst. Het gaat over mijn vervulling. Het gaat over mijn droom van dit leven. Het gaat over mij en wat God wil doen voor mij en kan doen in mij. Ja toch? Dus ik wil het weten. Na 1,5 jaar, ik hoop niet dat jij 1,5 jaar erover doet. Om zo lang te zitten te aarzelen. Na 1,5 jaar, oké, dan wil ik het weten. Ik ga gewoon bidden, God, als u bestaat. En het heeft mijn leven veranderd. Dus hier kwam Cornelius. Cornelius was een gelovige man. Hij bad, hij gaf goede gaven aan mensen die het nodig hadden, mensen in nood. Maar hij kende een heleboel mensen die gewoon nog niet persoonlijk kende. Dus hij trommelt ze allemaal op, zijn huis zit overvol. En hier komt Petrus aan. En wat zegt hij dan? We gaan een klein stukje van die toespraak lezen. En zei Petrus, nam het woord, ik begrijp nu pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hallo Petrus. Apostel Petrus.
Fijn dat je erachter komt. God maakt geen onderscheid tussen wat dan ook. Man, vrouw, jong, oud, Jood of geen Jood. In dat geval speelde dat hier. Maakt niet uit waar je vandaan komt. God houdt van iedereen evenveel. Hij houdt van jou net zoveel als van Dwight Dissels en van mij en van degene die naast je zit. Van iedereen evenveel. Dat was kennelijk een grote ontdekking, ook voor Petrus. Maar dat hij zich het lot aantrekt. Luister maar hoe mooi dit is. Hij trekt zich het lot aan van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. En Jezus trok als weldoener, er staat in de MBG, wel goeddoende door het land en genas iedereen. En hij heeft ons opgedragen om daarover te vertellen, staat er eigenlijk, dat God is aangesteld als rechter en dat hij je wil vergeven van je zonde. Wil vergeven van je zonde. Dus hier staat in de psalmen, God is goed en hij doet goed. Hier kwam Jezus, hij ging het land rond, goeddoende. Als je Jezus zou ontmoeten vandaag, dan zou hij tegen je willen zeggen, dit is wat ik dat je hoort, God is goed voor je. En vertrouw die andere stemmen niet. Ja, maar ouderwets en moeilijk en rechter. Het staat er, rechter. Ja, maar daarom is God gekomen. Om je te vergeven van zonde. Laat me je een korte definitie geven van zonde. Zonde is dit. Oh, het is toch zo zonde. Als je leeft zonder de kracht van God. Zonder de liefde van je hemelse Vader. Zonder de ogen die geopend zijn voor je echte doel in dit leven. Oh, wat is dat? Zonde. Dat is de essentie van zonde. Wij denken soms, ja, ik ga niet naar de kerk, want dan ga ik allemaal horen wat ik allemaal niet meer mag doen. De kerk is niet een soort instituut voor beter gedrag. Nee, we willen elkaar helpen God te leren kennen en dan gaat hij van binnenuit iets veranderen. En dan denk je, ik dacht later, man, ik werd zo blij, zo vervuld toen ik eenmaal God leerde kennen, dat ik dacht, wat is er toch zonde? Dat ik 18 jaar lang in eigen kracht, in depressiviteit, in zwaarmoedigheid, in al die hopeloosheid, uitzichtloosheid heb gelopen. Wat is dat zonde? Voor mij is dat de essentie. En God zegt, ik wil je ervan bevrijden. En zonde is ook de verkeerde dingen die we doen. En God zegt, ik wil je vergeven. En daar, geweldig, er gebeurde zoveel in die kamer bij Cornelius, de Heilige Geest kwam. Zoals de Heilige Geest ook hier is, harten werden overtuigd, mensen begonnen, oh ja, maar dan wil ik God ook. Wat kan ik doen? Hoe kan ik hem leren kennen? Zo meteen zal ik je helpen. Met een simpel gebed, het is niet moeilijk. Er is niet een of ander voorbeeldgebed wat je dan precies moet. Nee, gewoon Heer, kom. Als je, Jezus, kom in mijn leven, dat is eigenlijk genoeg. Mooier hoeft het niet. Hij zit niet te wachten op jouw mooie retoriek. Hij zit te wachten op je hart. Dat je jezelf durft toe te gaan vertrouwen aan hem. Ook al je gelooft iets, maar je snapt niet alles. Hey, ik ben 23 jaar voorganger hier. Ik snap ook lang niet alles. Ik snap van jullie ook niet altijd alles. Maar ook niet van mezelf. Dus hier, hey, voor de christen, degene die wat langer meeloopt. Heb je gezien hoe krachtig het is? Eén man, Cornelius. Eén man die bad. Zie hoe krachtig het is. Eén man die aalmoezen gaf. Goede gaven. Aan mensen die het nodig hebben. En zijn huis werd een huis van opwekking. Hoor je mij? Toen ik dit zat voor te bereiden, dacht ik, ik moet ook een aalmoes geven. Ik kan deze preek niet doen als ik niet zelf ook nog eens een stap. En één gedachte was, ja, mijn Ereltje geeft al, weet je wel. Goed joh, het is goed wat je doet. En anders, toch heb ik het gevoel, wat gebeurde gisteravond, grappig. Ik vond het grappig. Ik bestel een pizza. Want Mathilde, wat doet een man als zijn vrouw in Londen zit? Dag lieverd. Oh, wat zijn we dan toch hopeloos. We moeten groene groenten eten en zo. Maar ja, die was allemaal op. De groente was op. Dus ik bestel een pizza. Tonijn, oké. Pizza tonno. En na een paar minuten, zoals verwacht, wordt er aangebeld. Dus ik doe open, ik heb trek. Ik denk, ha, daar komt de pizza. Ik doe open, staat er een man van 90 zeils voor mijn neus. Ik keek schijnbaar heel teleurgesteld. Hij zei gelijk, had u mij niet verwacht? Ik zei, nee. Ik heb een pizzaboer verwacht. Oh, nou, die knul is 2,23, jongeman. Ik keek schijnbaar heel teleurgesteld. Ik dacht, ik kan hem nou niet meer wegsturen. Met zo'n blik van, wat kom jij hier doen? Ik wacht op mijn pizza. Dus ik zei, oké, vertel je verhaal. En nou, de collector die snapt het wel, maar ze mogen niet meer met geld. En dan moeten ze een ding. Dus ik ga het doen. En ik wist diep in mijn hart, dit is wat God zei. Voordat jij gaat preken over Cornelius,
hoe krachtig het is dat één man bidt en één man aalmoezen geeft, ga ik je helpen. Niks pizza. Leger des Heils. En iedereen in Nederland zal met me eens zijn, zij doen goed werk. Dus ik zei, oké, ik geef je. En ik, weet je wel, dan moet je gelijk zo'n contractding doen. Tegenwoordig is het allemaal heel ingewikkeld om collecten te houden aan de deur. Want je zit gelijk aan een contract vast. Maar oké, ik zei, ik vind het allemaal prima. Het was heel mooi. En terwijl we daar bezig waren, ja hoor, er kwam een pizzaboertje. Hallo meneer. Pizza. Dus hij van het leger zei, er is uw pizza. Ik zei, ja dat zei ik, dat is mijn pizza. Dan stond ik eigenlijk op te wachten. Maar dankzij mijn pizza heb jij nu je aalmoes. Oké. Hoe krachtig kan dat zijn? De tweede vraag is, waarom Jezus? Weet je, als je... Die vraag kan zo branden in je hart. Waarom stapt mijn vader uit het leven als ik hem zo hard nodig heb als jongetje van 10? Waarom gebeuren dingen? Wij allemaal hier, niemand uitgezonderd, kan die vraag stellen over dingen die gebeuren in dit leven. We leven in een gevallen wereld. Lees even met me mee in Johannes 10. Vanwege de tijd kort ik er wat in. Ik ben de goede herder, zei Jezus. Ik wil voor je zorgen. En hij zei, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. God wil dat je hem persoonlijk leert kennen. En hij zei, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, dan zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen, weidegrond vinden. Een dief, vers 10. Dat is het antwoord van dat waarom. Er is ook een dief. Er is een vijand. Er is een stuk duisternis in deze wereld. En die dief die komt om te roven, te slachten, te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Geloof het of niet, maar er is een strijd in deze wereld. Er is een strijd tussen licht en duisternis. En bij allebei zitten er krachten waar wij geen idee van hebben. Maar er gebeuren dingen in deze wereld die niet van God zijn. Er gebeuren, mensen maken keuzes. Jij en ik maken soms keuzes die niet van God zijn. Die andere mensen pijn doen, waar onschuldige mensen onder kunnen lijden. God is goed. Er is een vijand, de Bijbel spreekt over de duivel, die is slecht. Jezus zei, de vijand komt, de dief komt om weg te roven uit je leven. Ik moest steeds tegen mezelf zeggen, een half jaar geleden. En een paar weken terug zei de chirurg, traumachirurg, een van de beste van het land. In ieder geval hier in deze regio. En die zei, dit was wel een heel gecompliceerde breuk. Ja, dank u wel. Ik ken mensen die zijn na mij gebroken en die lopen al lang weer rond enzovoort. En hij zei, ja, dit gaat nog wel een paar maanden duren. Dank je wel. Ik moest steeds tegen mezelf zeggen, God heeft mij niet van die trap afgeduwd. Oké? Dat klinkt misschien grappig, maar die waarom-vraag, die kennen we. Die ken ik ook. Jezus zei, ik ben jouw goede herder. En je leeft in een wereld waar dingen gebeuren. Maar volg mij. Zorg ervoor dat je geen ruimte geeft aan de dief die komt te stelen om te vernietigen. Maar zorg ervoor dat je Jezus leert kennen. Persoonlijk. Ze horen mijn stem. Ze kennen mijn stem. Ik ben de herder. En als je mij volgt, zegt hij, dan zal je rust vinden. Goede weides. Jezus gebruikte allemaal van die beelden die in die dagen iedereen aansprak. Hier in Den Haag zijn weinig schapen te bekennen. En ik weet je wel, schaap van de Heer Jezus, ik weet niet of dat heel erg aanspreekt. Anno 2018, midden in de stad Den Haag. Maar hij probeerde iets aan te geven. Ik hou van je en ik leid je. En dan de derde vraag. Zometeen ga ik dat voorbeeldgebed bidden. Waarom Jezus? Omdat hij... Je hebt hem nodig. Als jouw leidsman, als jouw... Degene die jou brengt in een eeuwige bestemming, straks bij God thuis. Je hebt hem nodig voor zijn liefde, zijn goedheid. De motivatie, de fuel, de benzine waar je op loopt. De energie om in dit leven door te gaan. Waarom Jezus? Jezus, er gebeuren dingen in deze wereld die niet van mij zijn. Soms doen mensen dingen elkaar aan. Het is een gebroken wereld. En de derde vraag, waarom niet? Waarom niet? In Handelingen 3, vers 19. Daar spreekt ook diezelfde Petrus tot een grote menigte. En dan zegt hij dit. Wend je af van je huidige leven. Leef niet langer voor jezelf. Weet je wat het grote probleem van zonde is? Waar God je zo graag van wil verlossen. Zonde staat je in de weg. Zonde neemt je vreugde weg. Zonde stopt jouw bestemming. Het lijkt zo aantrekkelijk. Het lijkt zo lekker. Maar als je erover nadenkt, de gevolgen, en God weet dat, het remt je af, het stopt je.
En het allerergste is, het brengt je steeds verder weg van God. Er komt een kloof, waardoor je God niet meer hoort. Waardoor je hem niet meer ervaart. Waardoor je denkt, waar is God eigenlijk? Daarom staat er, Petrus zei, wend je af van je huidige leven. Keer terug tot God. Om vergeving te krijgen van je zonde. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. In de NBG staat een tijd van verademing. Voor zijn aangezicht. En hij zal Jezus zenden die hij voor u bestemd heeft. Jezus is gekomen voor jou. Jezus is gekomen voor mij. Gods hele plan is dat je hem leert kennen. En van daaruit samen met Jezus, achter hem aan. Hem gaat leren volgen, zien wie hij werkelijk is. Leven in een nieuwe vrijheid. Verlost van schuld, van angst, van pijn, van schaamte. En dat je hem kan volgen in een vreugde die toeneemt. In een bestemming. In een richting waarvan je denkt, wauw, dit is van God. Dit is van de Heer.